Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar je hebt natuurlijk dat rapport over Groningen heb je gelezen en ik ben bang dat je niet... Nou, gelezen is een groot woord, maar ja, ik heb een tal van samenvattingen in de media gezien. Ja. Het was, nou ja, dat dacht ik eigenlijk de hele week. Wij hebben in principe een democratisch systeem en de bedoeling daarvan is dat je mensen kiest die ons regeren in de tussentijd, van de ene verkiezing naar de andere. En dat die zorgen voor het heil der burgers, dat die zoveel mogelijk proberen om de burgers diensten te bewijzen. En nu is in deze loop van deze week gebleken dat onze overheid zeer wel bewust, ook niet toevallig of omdat ze slordig zijn, nee, zeer wel bewust, systematisch, de belangen van zijn eigen burgers heeft genegeerd. Ja. Want er is al een tweede rapport verschenen deze week, wat iets minder aandacht heeft gekregen, jammer vond ik, namelijk over de formatie. Die is door een of andere commissie bestudeerd en nou ja, die formatie was een drama. Dat is nodeloos lang gerekt, dat was slordig. Er waren geen duidelijke deadlines, vertrouwenwekkend materiaal of de vertrouwensvraag werd genegeerd. Het had totaal anders georganiseerd moeten zijn, waarbij je toch ook weer getroffen wordt door het vage vermoeden, is dit allemaal expres gedaan? Hè? Want dat hebben we al eens eerder verondersteld. Die formatie hebben ze zo lang mogelijk laten duren, zodat we een beetje vergeten waren dat we in de Kamer twee hele onaangename moties tegen de nieuwe en oude minister-president hadden aangenomen. Ook nu weer zul je zien, ik weet het absoluut zeker, hij blijft gewoon zitten. Wat er ook gebeurt, hij blijft gewoon zitten. Als hij morgen met een spade zeedijk erbij te lijf gaat en er een heel groot gat in graaft, en heel Nederland loopt onder water, dan weet ik nog zeker dat hij geïnterviewd door de pers zal zeggen, ja, ik kan op dit moment kan ik er nog niets verstandigs over zeggen. We moeten wachten tot de parlementaire behandeling van deze vraagstukken, dat begrijpt u zeker wel. Ik betreur het zeer, maar ja, jammer, er lag een schep en er is een dijk. En, nou, Frits Wester vroeg het hem gisteren wel. Hè? Die zei van, er staat heel duidelijk ook iets over uw rol hierin. En toen zei hij, ik ga daar nu niet op reageren, vind ik niet respectvol voor de Groningers. Ja, dat was ook in het gesprek met de minister-president. Hij ging niet reageren, dus je begrijpt, het is nu, hè, de pan komt nu kokend heet van het fornuis af. Maar ja, over een twee weken of drie weken is er weer wat anders en dan raken we toch wat afgeleid. En dan zijn we het vergeten weer. Gaat langzaam op een rangierspoor, wordt de zaak neergezet en dan kunnen ze het in de Kamer nog een hele tijd uitstellen, want de Kamer kwam er ook belazerd van af. Die heeft er echt geen zak aan gedaan. Het is dus een falen van het totale systeem. En nogmaals, niet toevallig. Niet omdat ze zo druk bezig waren met alle andere dingen. Nee, het is gewoon expres genegeerd. Ze wisten wat er speelde. Ze zijn aanhoudend gewaarschuwd. Het is een gruwel. Ja. En nogmaals, je zult weer zien, niemand van de verantwoordelijken wordt daarvoor gestraft. Nou, zij ook, er wordt ook expliciet gezegd dat de minister-president op geen enkel moment enige nuttige interventie in dit proces heeft gepleegd. Nee. Wel steeds gezegd, sorry, ja, het gaat helemaal anders, nu gaat het anders. Er is nooit iets gebeurd, never. Nee. Sterker nog, er gaat ook nu niks gebeuren. Heb geen illusies daar in Groningen. Ik geloof ook niet dat ze veel illusies hadden. Er wordt weer geen flikker aan gedaan. Ze gaan lekker door met ruzie maken tussen de overheid en die oliebedrijven die er nog veel beschamender afkwamen natuurlijk. Ja, zoals Shell die ook dat is echt gewoon, laten we het eerlijk zeggen, tuig van de regel. Ja. Je zult er maar al, het zijn allemaal keurige mensen die ongetwijfeld in ruime villa's wonen en allemaal nieuwe winterjas aan hebben. De mensen van Shell bedoel je? Ja. En van de Exxon en van de NAM. De drie betrokken bedrijven. Nee, het is het. En dan ook nog dat rapport met die formatie. Ook wat een onbeschrijfelijk, waarschijnlijk wel bewust prutswerk. Echt treurig is het. Het is in allerlei opzichten voor Nederland als democratie, als serieus te nemen democratie, een door en door tragische en verwoestende week. Mm. En de hoofdverantwoordelijke, sorry, meneer, zet de tent even uit, want het gaat over Rutte zeggen. Zet hem uit, u heeft nog even de kans, zet hem uit. Goed zo, u kunt weer op Rutte stemmen. En de hoofdverantwoordelijke, nogmaals, het rapport is daar niet geheimzinnig over.
Hij heeft er nooit iets aan gedaan. Terwijl hij heel goed wist wat er gaande was. Niets. Hij heeft er geen zorgen over gemaakt. De Groningers zeggen ook, tenminste degenen die dan geïnterviewd worden, we hebben er niets aan als het kabinet nu valt, want dan gaat de afhandeling nog langer duren. Maar ze zouden wel graag zien dat Rutte vertrekt. Alleen de vraag is, kan dat? Kan Rutte weg en kan het kabinet blijven zitten? Ja, natuurlijk kan Rutte weg. Als hij een beetje een fatsoenlijke politicus was, was hij voor ja vertrokken. Maar hij kan dan blijft nu, het kabinet dus zitten. Hij kan nu ook vertrekken. De vraag is natuurlijk, ik ben er zeker van dat hij niet vertrekt. Dat kan ik je zo vertellen. Gaat hij niet doen. Hey, ik heb al eerder gezegd, ik ben doodsbenauwd dat ik dood ben voordat hij vertrekt. Maar kan die weggestuurd worden door de coalitiepartijen? Dat die toch, ja, dat gaan ze natuurlijk nooit doen. Nee, dat gaan ze natuurlijk niet doen, want dan valt het kabinet. De VVD zal dan natuurlijk het kabinet laten vallen. Ja. Dan voel je wel aan je water, dus daar gaat weer niks gebeuren. Hij komt er weer mee weg. Daarom zeg ik, als hij morgen de zeedijk op een doorschept op zijn pieren eentje. Of misschien samen met, noem eens wat op, zo'n goede kennis of de JOVD, noem maar wat op. Dat gebeurt er ook niks. Nee. Nou, je hoopt dat de kiezer... Er gebeurt gewoon niks. De kiezer kan wel tijdens de provinciale verkiezingen straks een signaal. Ja, wat doet de kiezer dan op de BBB, mevrouw, kiezen? Want dat is het derde drama van deze klote week voor de Nederlandse democratie. Dat showtje wat CDA en VVD opvoeren. Van, ja, jongens, wacht even met die... Met die stikstof, dat gaat niet zo'n vaart lopen. Dat valt wel mee, we gaan hem hatten. Die lui in de Kamer, niet waar, dat arme D66, wat voor het kabinetstandpunt moest opkomen. Terwijl VVD en CDA net deden alsof ze er niks mee te maken hadden. Flikker op. Ze zijn 100% verantwoordelijk. En al die lokale CDA's en VVD'ers in de provincie zeggen, nee, dat gaat niet zo vaart lopen. Dat valt allemaal enorm mee. Er moet nog eens een nieuw rekenmodelletje opgezet worden. Dat is toch bedroevend dat je dit soort van hypocriete, schijnheilige vertoningen organiseert. Ja. Ja, de bekeuringsauto rijdt door de straat. Dat hebben we lang niet meer gezien. Jawel, joh, dat ding rijdt 3 keer per dag door de straat. Ja. Oké. Okay. Is dat ze er tijd en geld voor hebben. Nou ja, laat ik me daar niet over opvinden. Nee, het was een droevige week voor de Nederlandse democratie. Heel veel beroerder dan deze week kan het niet worden, lijkt mij. Als je jezelf serieus wil nemen als democratisch bestuurd land. Ja, maar je vraagt je toch ook wel af van... Er moet op een gegeven moment toch wel iets gedaan kunnen worden aan Rutte en de verantwoordelijkheden die hij heeft. Ja, dat zou je wel zeggen. Maar hoe lang zijn we nu bezig met Rutte? 13 jaar. Hé? Ja. 12 jaar, wat is het? Nee, er kan dus niks gedaan worden. Dat is de drama. Nou, de kiezer kan wel een duidelijk signaal afgeven, ja, toch? Ja, die kiezer. Dat zullen we zien. Die staat door het VVD. Staat van alle partijen staat de VVD er in de peilingen heel behoorlijk voor. Ja. De VVD heeft nooit iets gedaan. Ik vond ook dat Kamerdebatje over die stikstof wel een beschamende vertoning, zeg. Wat een kwalijke leugenaars. Wat een hypocriet klotenvolkje. Wat zeiden ze dan? Nou ja, dat het allemaal niet zo'n vaart zou lopen. En D66 had het gedaan. Wat natuurlijk een beetje een rare vertoning was. Nogmaals, er is God beter het een regeringsstandpunt. Ja. Want de minister die over deze zaak gaat, hoe heet ze ook alweer? Niet waar? Ja, die mevrouw toen die tractoren... Ja, die zei dat het gewoon dwangmaatregelen genomen zullen worden. Ja. Maar dat deed dan VVD en CDA ook weer, alsof ze zelf op een hele andere planeet woonden. Nee, ja. Ze wonen niet op een andere planeet. Ze wonen gewoon in Nederland. Ja. En dit is gewoon hypocriete kletspraat in verband met de nakende verkiezingen. Ja. Nee, het was een verschrikkelijke week. Een beschamende week. Dat ook zo'n Rutte zich niet diep schaamt voor zoiets. Het is nou de zoveelste keer, niet waar, dat hij direct verantwoordelijk is. Dat hij prima wist wat er aan de hand was. En dat we er weer niets over kunnen zeggen. Want ja, constitutioneel ligt dat niet goed. We kunnen nu nog niets zeggen. Laten we eerst eens even afwachten misschien. Aanladen formatie eerst even op de lange baan schuiven. En dan zijn we, nou, kortom, ik heb er nu voldoende opgewonden. Ja, en het heeft helemaal geen zin. Nee, ook dat opwinnen van mij heeft geen zin. Nee, jij wint je op, maar heel veel mensen met jou. Maar hij blijft zitten, hij doet er niets aan, ja, hij trekt het zich dus niet kortom, aan. Kortom, onze democratie scoort al enige tijd onvoldoende op onvoldoende. Een democratie is er om mensen te kiezen die de belangen van de burgers behartigen. Dat kun je van deze regering en zeker van Rutte
in de carrière van de afgelopen jaren niet zeggen. Hier wordt onomstotelijk aangetoond en op schrift gezet dat hij de burgers wel bewust de belangen van de burgers niet behartigd heeft. Dat is wat er aan de hand is. En dan zou je af moeten treden, maar dat fatsoen heeft hij dus niet. En heel veel geld hebben ze ermee verdiend, hè, de afgelopen jaren? Ja, ook dat. Nou, dat lag voor de hand dat zo was, maar dat had niet op deze wijze. Dat was ruim voldoende geld in ieder geval om die zaken ook fatsoenlijk af te handelen. Hmm. Wat niet gebeurd is. Ja, die Groningers zijn naar mij even komen terecht. We hebben er geen enkel vertrouwen in. Hmm. Zou ik ook niet hebben. Hmm. Ik heb geen enkel vertrouwen in Rutte op het punt van de behartiging, belangenbehartiging van de burgers. Hmm. Nou, iemand schreef een column volgens mij in de Telegraaf van als dit nou in Amsterdam of Den Haag was gebeurd, dan was het wel aangepakt. Nou, dat weet ik niet. Daar kan hij voor geen meter bewijzen natuurlijk. Maar dat hoor je natuurlijk wel vaak. Hè? Oh, het is de rand van het land, weet je, daar zit niet het machtscentrum, de media zitten daar onvoldoende. Nee, maar goed, alle burgers in Nederland, het kabinet zit om de belangen van alle burgers in Nederland te behartigen. Niet alleen die van in Den Haag of die op de VVD stemmen. Trouwens, ik neem aan dat er zelfs de huizen van VVD stemmen in Groningen ingestort zijn. Hmm. Nou ja, als je de verhalen hoort van de mensen, is het diep triest, hè? Maar goed, ik stond ook zo'n groot stuk in de NRC dat ook die afhandeling van die schade een soort volstrekte chaos is waar geen touw aan vast te knopen valt. Ja, ik hoorde iemand zeggen, het loopt via de gemeentes, daar loopt het ook helemaal vast. Dus zij pleiten ervoor, richt nou een onafhankelijk fonds op of ja, een natuurlijk. Organisatie die dat professioneel doet. Maar het probleem doet. Is, we hebben al eerder over dit soort van zaken gesproken, dat we steeds in een situatie raken waarbij je niks anders kunt bedenken dan zet er een taskforce op. Laat in godsnaam de reguliere organisaties en instituties met rust, want die kunnen niks. Die doen niks, die kunnen niks, die veroorzaken chaos, die maken eindeloos ruzie. Het bleek toch voornamelijk te hangen, al die afwikkeling, op eindeloos bureaucratische ruzie tussen die oliemaatschappij en de overheid. Ja. Dan zou je toch zeggen, nou ja. Ja. En al die gezinnen die niet alleen schade hebben aan hun huis, maar ook stress hebben ervaren, slapeloze nachten. Ja, nachten. Dat komt er dan allemaal natuurlijk nog bij. Nou, dat valt ook niet meer te repareren natuurlijk, dat begrijp je ook wel. Maar het is, en nogmaals, het is de zoveelste zaak. Het is niet een unicum. En niet de het laatste. Het is de zoveelste grote zaak waarbij alles fout loopt. En waarbij de direct betrokkenen niet waar heel goed wisten wat er gebeurde. Hmm. Als het bij de toeslagenaffaire kun je denken aan die topambtenaren die prima wisten. Ze waren gewaarschuwd. Ook hier weer waarschuwing op waarschuwing op waarschuwing. Hmm. En het heeft niets geholpen. Hmm. Niets. Dan zou ik zeggen, ik ben er geen voorstander van dat een regering valt, maar God beter het misschien, moet dat maar eens een keer gebeuren. Ik weet ook niet wat dan daarna de oplossing is, maar er is iets gewoon in onze democratie fundamenteel mis. Want ook de Kamer heeft onophoudelijk gefaald. Al kunnen we in de toeslagenaffaire zeggen dat sommige Kamerleden daarin een heldhaftige rol hebben gespeeld. Dan denk je aan Omtzigt en Leiden. Ja. 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 Maar goed, dat weten we allemaal, uitzonderingen. En dit is niet het laatste parlementaire enquête? Nee, want er moet nog van alles komen. De coronacrisis? Ja. Er wordt nog onderzocht. Wat hebben we nog meer? Er was nog iets. Maar je zult alle resultaten zullen opnieuw bevestigen wat hier weer bevestigd is. Ja. Namelijk dat onze instituties niet naar behoren functioneren. Dat er van alles misgaat en dat de direct betrokken politici, die heel goed weten dat van alles misgaat, daar geen flikker aan doen. Nee. En vervolgens niet ter verantwoording worden geroepen. Nee. En met allerlei slappe uitvluchten er onderuit komen. Niet proberen te komen, want ze zijn heel succesvol. Rutte zit er al, wat is het, ruim 12 jaar. Maar dan is het kabinet gevallen over de toeslagenaffaire. Dit is toch helemaal niet minder erg wat hier nog gebeurt. Dus nee, je kunt heel goed zeggen dat dit een stuk erger is. Ja, dus dan zou je zeggen, is de conclusie... Vooral omdat het natuurlijk omvangrijker is en veel langer geduurd heeft. Er is veel meer gewaarschuwd. En er is nu onomstotelijk aangetoond dat ze het heel goed wisten. En gewoon niks gedaan hebben. Onze minister-president heeft niets gedaan. Nee. Daar was het rapport toch zonneklaar over. Precies. Alleen toen zaten ze natuurlijk bij de toeslagen aan het einde van een regeerperiode. Dus toen was het makkelijk om te zeggen, oké, we laten onszelf vallen of we stappen op.
En nu begint hij natuurlijk relatief net pas. En dan ben ik benieuwd ook, hè, want die nou, je hebt gezien in de toeslagenaffaire hoe gemakkelijk die topambtenaren gewoon gelogen hebben dat het gedrukt stond. Hè? Mogen ze allemaal tot het einde der tijden vervolgd worden door het OM. Wat ook of het idioot tragisch loopt. Ja. Ja, ik denk toch, als ik het zo hoor, Maarten, dat de enige optie is dat de kiezer eindelijk eens wakker wordt en denkt, die VVD moet weg. Want dat is de enige manier om Rutte weg te krijgen. Ja, al moet je dan ook weer niet al te veel illusies hebben. Het is natuurlijk, Rutte is de direct verantwoordelijke en dat is nu eenmaal, ik weet niet of u de boel alweer ingeschakeld heeft, maar we zijn nog steeds over Rutte bezig. Zet hem maar weer uit, ga maar een kop koffie drinken. Hoe heet het? Denk niet dat met het verdwijnen van de Rutte het probleem is opgelost. Nee, dat zit veel lijkt dieper. Me, dat zit veel dieper, ja. Het zit veel dieper, maar hij is een verschijnsel wat direct samenhangt met dit dieperstekende probleem. En hij heeft niets Nederland laten zien om het op te lossen. Niets. Nee. Het is een beetje vervelend om steeds op hem in te hakken. Het is een handige rommelaar, dat zullen we direct toegeven. Maar echt, het is voorbij. Het is voorbij met Rutte, maar je zult zien. Voor ons, voor veel burgers in Nederland. Maar Rutte niet. Opgewekt, lachend, vertrekt hij naar Brussel in zijn gepantserde auto. En hangt daar niet waar de gebraden gans uit.